Ik ben hier bij Mobile World Congress en ik ben hier bij Keepco. En Keepco is een bedrijf dat ik al jarenlang gebruik om overal internet te krijgen. Het is een Israëlisch bedrijf en overal toen roaming nog groot was, hadden zij gewoon goedkope tarieven. Maar nu hebben ze iets heel nieuws. Ze hebben nu één router en die heeft een virtuele SIM. Dat betekent dat de SIMs in het datacentrum zitten en ze hebben overal lokale SIMs. En je kunt in 120 landen kun je internet krijgen. En Roy is de router die ze hebben. En die router die heeft ongeveer 10 uur, 7 tot 10 uur batterijen leven. En er kunnen 120 landen kun je internet krijgen. En hoe werkt het? €5 per dag. Kun je 500 megabyte gebruiken in elk land. Of het nou Amerika is, of Argentinië, of Israël, of Rusland. 500 megabyte voor €5. Roaming in Europa wordt goedkoper. Maar als je naar Amerika gaat, betaal je weer de hoofdprijs. Nu heb je gewoon een wifi doosje. En die kun je gewoon kopen. Die kost €149. Of je kunt gewoon 10 of 20 in het bedrijf lenen. En je krijgt gewoon een rekening aan het einde van de maand. In welk land je het gebruikt hebt. Als je de router aanzet, dan gebruik je gewoon €5. Als je het niet gebruikt, krijg je gewoon niks. Een heel makkelijk systeem. Maar vooral het technische gebeuren dat ze overal lokale SIMs hebben. En dat ze daarmee gewoon een lokale verbinding tot stand brengen. Die SIM die zit dus niet in die doosjes, maar die zit in de SIM-racks in het datacentrum, is wel heel erg innovatief. Dat betekent dat de snelheid ook gewoon heel groot is. We wachten natuurlijk op e-SIMs, dat de SIMs programmeerbaar zijn. Maar ja, geen SIM in een doosje en ergens anders is natuurlijk heel handig. 10 uur batterijen leven in zo'n doosje is ook handig, dat je overal internet hebt. En 120 landen is natuurlijk geweldig. Oh ja, overal hebben ze natuurlijk 4G. Dus de snelheid is vrij groot. Ik ga eens even kijken hoe snel ze zijn. En dit Israëlische bedrijf heeft toch wel weer gewoon een machine gevonden om 120 landen snel en kosteffectief te doen. €5 voor een doosje. Je koopt het eenmalig voor €149 en daarna €5 per dag. Oké, laten we even kijken hoe groot het is. En we hebben nu 70 MB. En